De regen heeft geleid tot een extra drukke avondspits. Om 17.35 telde de VIT een totaal van 350 kilometer file op de Nederlandse snelwegen. Daarmee was het de drukste vrijdagmiddagspits van het jaar tot nu toe. De ANWB telde op alle wegen files met een totale lengte van meer dan 600 kilometer. Vooral in een brede strook rond de lijn Rotterdam-Arnhem waren de files lang. Daar viel dan ook de meeste regen. Het regenfront trok langzaam van west naar oost over Midden- en Zuid-Nederland. Er waren ook veel aanrijdingen. In Limburg waren er twee ongelukken op de A76 vanaf de grens naar Heerlen. Bij Utrecht gebeurde een ongeluk op de A12 richting Arnhem, waardoor de verbindingsweg naar de A2 richting het noorden afgesloten was. Ook op de N261 naar de Efteling stond aan het eind van de middag een file. Het Rode Kruis heeft daar een evenement.